Werkgroep Legger controleert stembureaulocaties. De verkiezingswerkgroep Legger gaat deze maand op oriëntatie uit naar het Boven-Suriname-gebied. De werkgroep is verantwoordelijk voor het identificeren van stembureaulocaties voor de algemene, vrije en geheime verkiezingen in 2020. Tijdens het bezoek zullen de bestaande locaties in het gebied aan een inspectie worden onderworpen. De werkgroep wordt tijdens het bezoek vergezeld van een bestuursambtenaar van dat gebied en leden van de werkgroep logistiek. Er zal worden gecontroleerd wat de conditie van de verschillende stembureaus is. Dit is nodig om te bepalen of er renovaties moeten worden gedaan en of moet worden uitgekeken naar nieuwe stembureaulocaties omdat de oude niet meer voldoen, zegt Soraya van den Berg, coördinator van de werkgroep. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. De boodschap.today.